Vorige week werd het ambitieuze plan voor de spoorzone gepresenteerd. Armands paardenkoper van Meccano vertelt erover en via Cultura. En daarna praten we met architecten, vastgoedondernemers en bomenridders over door. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij stedenbouw en stadsontwikkeling? Dames en heren, welkom bij Via Cultura Live. Een heel volle uitzending over stadsontwikkeling, stedenbouw. Natuurlijk aan de hand van een ambitieus, visionair, geweldig, mooi plan in dit boek over de spoorzone. Maar we gaan het ook over andere plekken in de stad hebben. We zijn blij in de uitzending te hebben Armand Paardenkoper van Meccano, van dit plan. Martijn van Stichting de Stad. Nicky van der Kooi, een architect. Willy Broert van de Bomenridders, John Steeg, een bomenridder. En Pieter van Loon als vastgoedondernemer, heet dat dan, geloof ik maar. Iedereen komt aan bod vandaag. We gaan uiteraard praten over de spoorzone, maar over alle andere prangende vragen, onderwerpen en dingen die te maken hebben met de ontwikkeling van die prachtige stad Dordrecht. Maar we beginnen even met Armand Paardenkoper, want wat gaat er in jouw hoofd om als er ineens op jouw bureau de opdracht valt om met een spoorzone te mogen werken? Ja, dankjewel allereerst voor de uitnodiging om hier te mogen zijn. Waar dat begint, er gaat altijd gelijk heel veel in je hoofd om. Maar het was, denk ik voor ons en ik denk voor iedereen die werkt aan de stad en de toekomst. Wat willen we met elkaar bereiken? Hè? Welke stad willen we met elkaar leven? Waar willen we naartoe in mooie en aantrekkelijke omgevingen? Welke bereikbaarheid? De aantrekkelijke groene plekken in een stad? Wat wil ik dan doen? Hoe kan ik daar zelf ook aan bijdragen? Ja. Al dat soort vragen komen gelijk in je op. En dat is hartstikke mooi om daarover na te mogen denken. En daarna trek je een la open en dan komt het er zo uit. Haal je het plan spoorzone Haarlem tevoorschijn, waar jullie ook aangewerkt hebben. En dan denk je van, dat is het begin of gaat dat echt heel anders? Nou, het gaat zeker anders. Kijk, het was natuurlijk zo dat waar wij als ontwerpers beginnen, is dat niet iets wat blanco is natuurlijk. Hè? Dus er is de stad die beweegt, die leeft, daar is al heel veel gaande. Er lagen ook al ambities vanuit de stad, die waren al opgesteld en opgeschreven. Die gingen bijvoorbeeld over, dus dat krijgen wij dan ook mee. Dus het gaat over bijvoorbeeld, nu is het vooral een autostad. Hoe maken we van die stad veel aantrekkelijker voor wandelen en fietsen? Hoe kunnen we die eigenlijk veel meer plek bieden en de auto te gast bijvoorbeeld? Het gaat ook over educatie en werkgelegenheid. Er is natuurlijk al heel veel gaande. Het gaat over de grote klimaatopgave. En dan is het voor ons ook de opgave om onbevangen en open te kunnen beginnen. Het gesprek te hebben met iedereen in de stad, met de gemeente, wat speelt er al. Dus eerst goed begrijpen wat er eigenlijk allemaal al gaande is. En vanaf daar, dan begint eigenlijk vanzelf al creativiteit. Ja. Dan schakel ik heel even naar jouw buurman. Die is van Stichting de Stad in Dordrecht. Jullie zijn heel erg gewend om met die stad in gesprek te zijn over de ontwikkelingen die je ziet gebeuren. Hoe en waarom organiseren jullie die dialoog voortdurend? Nou, volgens mij is Stichting de Stad op aarde om gevraagd en ongevraagd mee te denken over de leefkwaliteit in Dordrecht, de leefomgeving. En ja, dat gaat in toenemende mate in debat met mensen. Dus we hebben inderdaad de afgelopen jaren meerdere keren, ook wel heel erg in het verlengde van de thema's die je net noemde, over groen, over de Spuitboulevard zijn een aantal stadslabs georganiseerd. Dus er is wel proberen, ondanks de coronabeperkingen natuurlijk, toch ook het debat over wat is nou een goede stad voor Dordrecht en waar moet je naartoe en welke keuzes moet je maken, proberen we levend te houden, ja. Ja, ja. En die labs rondom de Spuitboulevard kan ik me ook nog goed herinneren. Was wel een hele interactieve manier. Dan gaat dit plan nog jaren duren. Dus hebben jullie ook al ideeën dat je ook heel interactief dingen uit de stad gaat ophalen om nog invloed op die ontwikkeling in de komende 20 jaar
mogelijk te maken voor de inwoners hier? Ja, ik denk ook dat de tijd genoeg is om dat nog met elkaar te gaan doen, maar ik denk ook dat het nodig is, ja. Mm-hmm. En het klopt, bij die stadslabs was natuurlijk heel erg vanaf het begin, de start van de ontwikkelingen rondom de Spuiboulevard was natuurlijk een mooie aanleiding om met elkaar, ja, de debat erover te gaan hebben, van wat willen we hier nu eigenlijk? En toen zijn inderdaad veel van die thema's ook aangeraakt. Dus het was wel mooi om te zien hoe dat dan uiteindelijk, ook waarschijnlijk ook via de gemeente, een heleboel van die dingen dan weer in zo'n spoorzone visie ook alweer herkenbaar terugkomen. Ja. Maar ik denk dat de volgende stappen ook wel moeten zijn, dat je debat hebt, wat gaan we nu echt doen? Ja. Welke keuzes gaan we nu echt maken? En over dat echt doen, een van de vragen van een luisteraar is sowieso al van, het is een prachtig visionair stuk. We hebben 20 jaar nodig om dat te kunnen gaan realiseren. Wat gaat er echt werkelijkheid worden van dit plan? Vroeg deze meneer zich heel voorzichtig af. Is het voorzichtig, niet, ja. Is het niet vooral, een hele terechte vraag. Is het niet vooral ambitie en visie en nog best lastig om het in de praktijk te brengen? Ik denk dat het belangrijkste is, dat is misschien toch goed om even te benoemen, is dat, en dat merken we niet alleen bij Dordrecht, maar bij elke stad, is dat er heel vaak in fragmenten wordt gewerkt. Hè. Dus dan komen zoveel woningen bij, of de mobiliteit, daar moeten we aan de slag, of de klimaatopgave. Maar je zal, en dat is wel het mooie, dat Dordrecht ook die stap heeft genomen en het lef, laten we eerst met elkaar ook kijken en ook verbeelden waar we naartoe willen als vertaal. Mm-hmm. Als je dat doet, dan zie je ook dat je andere keuzes maakt voor de woningbouwopgave, voor die bereikbaarheid, dat er nieuwe kansen ontstaan. En dat dat die stap echt nodig is om ook samen, en niet alleen vanuit de gemeente, maar met al die partijen die betrokken zijn, ook partijen als NS of ProRail of provincie, om die keuzes te maken. Ja. En de stad is zo breed en zo rijk, dat je ook altijd in die integraliteit moet kijken. Maar als je dan kijkt van welke vraag, de vraag van hoeveel gaat daarvan bereikt worden. Nou, één is dat de visie nodig om die stappen te kunnen zetten. En twee is wel dat het niet alleen een visie is, maar dat er ook al aan gerekend is. Dat er ook al een uitvoeringsagenda bij zit van welke stappen zouden we moeten. Hoe moeten we het organiseren? Er zit een idee over de programmastructuur, dat je een gebiedsfonds maakt, dat je afspraken die zijn nu ook al, worden nu ook alweer verder gebracht met die spoorse partijen bijvoorbeeld moet gaan maken. Ja. En ook met Rijkswaterstaat over de Stadsbrug. Zou ik wel willen benadrukken dat het is een visie, maar je door aan de visie te werken zet je ook een proces in gang, waardoor er nu eigenlijk ook die gesprekken op gang zijn gekomen om samen te werken met al die partijen. Ja. En daar was heel veel welwillendheid en ambitie en positiviteit ook om het te gaan doen, moet ik zeggen. Okay, dus wat ik zelf de toegevoegde waarde echt vind, is dat het eindelijk een keer in samenhang bekeken is. Ja. Want dat was, eerlijk gezegd, de afgelopen jaren toch, het waren inderdaad heel veel fragmenten. En er zagen wel een aantal grotere kwantitatieve opgaves aan de grondslag, maar je laat het nou maar eens zien wat het dan allemaal betekent. En met name als het over infrastructuur en je mobiliteit gaat, is dat volgens mij cruciaal dat je dat doet. Dus ik denk dat dat wel de grote. En dat werkt nu natuurlijk ook, daarom zitten we hier waarschijnlijk ook. Hè. Het trekt de aandacht en het laat mensen nadenken over van, wat willen we nou eigenlijk? Het plan trekt natuurlijk absoluut de aandacht. Heeft een stuk over in de krant gestaan. De gemeente promoot het inmiddels ook met een filmpje. Dus we proberen nu ook wel. Je ziet dat het voorzichtig begint te leven in de stad. Ja. En daar, dat is natuurlijk heel belangrijk. Als ik nog iets op zou mogen aanvullen. We zijn ook niet gezegd van, we gaan nu alleen maar nieuwe ideeën bedenken. Het is ook voortbouwen op dat wat er al gebeurt. Ik vond bijvoorbeeld het initiatief onder de brug weg met de kunst die daar plaatsvindt. Vind ik prachtig. Dat is eigenlijk al een klein stukje van een start die je maakt. En we hebben daar ook heel bewuste keuze gemaakt. Ook in heel veel gesprekken. Van, laten we die infrastructuur niet, want dat waren eerdere gedachten. Hè, die hele brug weg slopen. En, kunnen we het ook benutten? He, dus vooral is één heel erg kijken van wat is er al gaande, daar ook op verder bouwen. Maar ook nog wel weer de ambitie wat hoger leggen natuurlijk. Okay. Daar wil ik straks nog wat meer over weten, dus daar vertrekken we. Er is genoeg te vertellen over alles natuurlijk. Dus daar vertrekken we zo eventjes. We gaan eerst even naar onze muzikale gast van vanavond, want we hebben gelukkig ook al de muziek in de uitzending. Ja. Francesco Daniel.
Ik heb je al een tijdje niet gezien, Francesco. Welkom in de show weer een keer. Heel fijn dat je voor ons 6 nummers gaat zingen vanavond. En ik heb begrepen dat we beginnen met iets wat gewoon ook feestelijk en heel leuk is. Want je hebt een nieuwe release uit. Klopt, een nieuwe single. Dat is afgelopen maandag uitgekomen. Ja. Dus helemaal vers van de pers, heet van de naald. Ja. Een single, en hoe heet die? De single heet City of Love. En origine dan zing ik het met Tess Malo, een Franse chansonzangeres uit Den Haag. Mocht je de stem erbij willen horen, dat is op ieder streaming platform te beluisteren. Maar nu even akoestisch. Dus, en het gaat over nu eigenlijk. Oké, nou, ook solo vind ik het geweldig, hè? We gaan luisteren. Dankjewel. Once upon a time in the city of love, there was a pretty girl I couldn't get enough of. Her smile by the Moulin Rouge, yep, her lips were very rouge. Suddenly the world caught a big fire. I had to leave her side, but with the big desire to see her again in Paris, to live a happy life, her and me. Her last words to me I will always remember, a thing that I will treasure. Mon chéri, voilà notre plus grande vie, notre traverser cette pandémie. Reste-moi fidèle et moi, je te serai loyal pour la vie. Dearest, this is the ultimate test. Time and space will do the rest. Will you be loyal to me when I am loyal to you? Mon amour. The streets are empty where we used to walk. You and me, our love filled the space in town. And now we have another lockdown. Words in her letter made me feel better, and it looked like I could return to her in the city of love. But this COVID thing hasn't enough. Her last words to me I will always remember, a thing that I will treasure. Oh, mon chéri, voilà notre plus grande vie, notre traverser cette pandémie. Reste-moi fidèle et moi, je te serai loyal pour la vie. This is the ultimate test. Time and space will do the rest. Will you be loyal to me when I am loyal to you? Mon chéri, voilà notre plus grande vie, notre traverser cette pandémie. Reste-moi fidèle et moi, je te serai loyal pour la vie. Dearest, this is the ultimate test. Time and space will do the rest. Will you be loyal to me when I am loyal to you? Francesco Daniel. Over een kwartiertje terug voor het volgende nummer. We gaan even kijken wat die spoorzone nou zoal is eigenlijk. Dat is,
Dordrecht is een prachtige oude stad met een enorme historie en ook nog eens te midden van de Hollandse Delta, midden in de natuur. En Dordrecht staat ook voor een enorme opgave, groeit. En de Dordtse spoorzone is een visie waarin we laten zien hoe de stad kan groeien op een hele mooie manier. Stel je voor dat de stad weer mooi aan het water gelegen raakt. Dat het station met dat mooie wijzigpark het groenste station van Nederland misschien wel wordt. Dat Dordrecht niet de auto heeft, maar maximaal fietsen en wandelen voorop zet. Dat een plek als het gezondheidspark en het leerpark met de start-ups die daar zijn een nieuwe betekenis geeft aan de innovatie van de stad en de regio. En dat een plek als de Amstelwijk de entree wordt van zowel de stad als de natuur en zelfs tot aan de Randstad. Dus als je kijkt naar een plek als Maasterras, dan is dat zo'n plek waar een nieuwe wijk gebouwd zou kunnen worden aan de Maas, op de kade, nieuwe kade. En ook een plek als de Brugweg, waar nu vooral de auto overheen gaat. Misschien gaat de auto daar wel van af. En als je dat voorstelt, dan kan de stad daar een hele mooie bestemming van maken. Een plek waar je naartoe gaat, waar je over de Maas loopt en kijkt over de historische stad, de nieuwe wijken. En waarbij, als je dan doortrekt, het spoor wat tot aan het station gaat, nu echt een barrière vormt. Als we daar nou eens een park aanleggen op de Weeskinderendijk, hè, waar nu een rangeerterrein is. Dat je dat als een bestemming zelf kan zien voor evenementen, voor een kermis. En dat eraan gelegen die mooie woonwijk ligt. En de Brugweg wordt dan niet een brug voor de auto, maar een bestemming met daaronder ondernemers en woningen die daaraan gelegen zijn. En vanaf dat gebied loop en wandel je zo naar de oude stad en zelfs tot aan het station. Het station is een hele mooie entree de stad in. Als je er nu uit dat mooie monument komt, dan struikel je een beetje over de auto's. En we stellen voor dat je hier in een hele mooie autovrije route zo tussen de platanen de binnenstad inloopt. Een plek waar ook een markt kan zijn of een keer een kunsttentoonstelling. Aan de zuidkant is ook een prachtig park, wat heel veel mensen niet eens kennen of tegenkomen. En wat we daar voorstellen is dat je het park over het spoor heen trekt. Er ligt een hele grote opgave, de perrons die verzakken, zijn niet breed genoeg en er zou ook een spoor bij moeten. En dit maakt het mogelijk dat je het spoor en het station in een hele nieuwe ontwikkeling echt de entree van de stad maakt en de verbinding legt tussen de oude historische stad en de wijken aan de zuidkant. De Dordtse Loper is een route die vanaf de binnenstad, vanaf de Hooikade, door de historische stad, over het spoor, over het station, tot aan het leerpark, gezondheidspark, doorloopt tot aan de natuur, aan het buitengebied van het eiland Dordrecht. En natuur, wijken en stad in één vloeiende beweging met elkaar verbindt. Het leerpark en gezondheidspark met de educatie, innovatie, sport, Dordwijkzone en de wijken, daar stellen we een nieuw station voor. Station Leerpark, op de kruising van de Overkampweg en het spoor, zodat het echt een schakel vormt tussen de wijken en de verschillende functies van park, sporten, ziekenhuis en cultuur. En die ontmoeting is belangrijk, hier gaat veel gebeuren. De educatie met ook de maritieme industrie verder in Dordrecht, die komen ook hier. En als je hier woont, kun je zo mooi in dat Dordwijkpark met een wildernis of speelplekken of sporten. Eigenlijk komt hier alles bij elkaar. En Amstelwijk is een belangrijke poort, een entree voor de Randstad, voor Dordrecht, maar ook de entree naar de natuur, naar de buitengebieden, het Biesbos. Het is een plek belangrijk voor de werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid, kantoren, maar ook heel mooi nieuwe woningen waar het natuurlijke wonen en het wonen te midden van de natuur voorop staat. Met al deze gebieden langs het spoor zie je dat hier de potentie is, dat het spoor geen barrière meer is, niet die stad doorsnijdt, maar heel veel mogelijk maakt. Plekken om te werken, om te wonen, te verblijven, mooie groene parken, goede bereikbaarheid en verbinding. Dus een stad met een hele mooie historie krijgt op deze manier ook een hele mooie toekomst. Nou, een heel duidelijk filmpje waarin het hele brede palet wordt geschetst. Er komen wat vragen binnen over auto's en automobiliteit en überhaupt mobiliteit. Dat laten we nog eventjes lekker liggen. Dat parkeren we tot iets later in de uitzending. Ik vind het wel leuk om eerst even te horen over de groenaccenten die je gewoon ook in het filmpje wel duidelijk langs ziet komen. Bij de Weeskinderendijk, de plannen die er zijn voor
dat plan voor het Wijzigpark, wat achter het station ligt, vanuit de stad gezien. Wat boeide jou in die elementen als het gaat om die hele spoorzone? Als ik eerst nog even mag bedanken voor de live muziek. Het lijkt wel een eeuwigheid geleden dat we dat hebben gehoord. Dat was wel een verademing. Het spoor als barrière, daar begint het natuurlijk mee. Hoe maken we dat geen barrière meer, maar iets wat verbindt. Wat ook een aantrekkelijk onderdeel wordt van de stad. Dus dat is waar we gestart zijn. En dan haal je zeker je inspiratie uit dat soort mooie plekken die er al zijn. Als het Wijzigpark, maar ook... Mm-hmm. Zelfs nog verder het eiland, het hele eiland met de Biesbos en de Viersprong, dus eigenlijk de delta. Dus ik denk dat is een belangrijke start geweest. Maar ook, Dordrecht staat natuurlijk bekend om als evenementenstad. Dat is ook iets heel moois wat je verder een plek wil geven. We zijn natuurlijk voordat we starten ook veel door de stad gaan fietsen, gaan ontdekken, gaan praten. En ik vind toch ook wel dat op heel veel plekken het water helemaal niet meer zo beleefd wordt. Dus we hadden ook wel de gedachte van, kunnen we dat middels dit soort plekken ook die verbinding niet weer veel sterker maken? Mm-hmm. Dat daar ook een plek komt voor de waterbus, dat je ook daar een keer natuurlijk kan landen. Dus dat Wijzigpark, dus de geschiedenis van Dordrecht gaat ook over veel mooie buitenplaatsen. Zouden we die nog meer betekenis kunnen geven? Dat als je in dat station aankomt, dan zie je dat ook gelijk, dan voel je dat. Mm-hmm. Dus dat ook de entree wordt van de stad, leek ons iets wat je ook gelijk mag voelen. En wat ook dan zo'n station uniek maakt ten opzichte van andere plekken. Dus het wordt ook een herkenbaarheid, denk ik, die belangrijk is. Ja, en de Weeskinderendijk, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke en ook een complexe met het rangeerterrein wat er nu is. Waar mm-hmm. al lang wordt gesproken over een mobiliteitshub. Ja. Om de binnenstad bereikbaar te maken. Nou, genoeg ook over te vertellen. Maar wat we daar hebben gedaan, is vooral gekeken van, hoe kan je nou de verschillende opgaves die daar liggen, het gaat over geluid, het gaat over veiligheid van het spoor, het gaat over bereikbaarheid en een plek voor die auto, maar het gaat ook over aantrekkelijke publieke ruimte. En ook de bereikbaarheid tussen Zwijndrecht en Dordrecht bijvoorbeeld. Mm-hmm. En nog verder de fietssnelroute, de F-16 die bedacht is tot aan Rotterdam. Ze dachten, je kan één het als een belemmering zien, of pakken we al die elementen samen en brengen dat heel mooi tot één kans in beeld. En dat is wat je daar nu in ziet. Dan ga ik even naar Willibrord, een bomenridder. Je zit natuurlijk te smullen als je dit hoort, of? Laat ik het om het begin zeggen van, ik hou van bomen. Maar ik kan eronder schuilen als het regent, het geeft verkoeling, het reinigt de lucht. Kortom, het is eigenlijk ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van mijn leven. Maar ik denk voor iedere bewoner hier in Dordrecht is het belangrijk voor de kwaliteit van leven. En dus ik heb dan ook gekeken door de ogen van een boomridder naar die prachtige plannen die er zijn. Het is echt schitterend met prachtige gebouwen, ziet er ontzettend leuk uit. En ik heb daarnaast mijn iPad gelegd met satellietfoto's zoals het nu is. Ja. En dan viel mij, en als bomenridders hebben wij twee speerpunten van beleid. Niet hakken als het niet nodig is, dus alleen hakken tenzij. En we hebben als beleid een nieuwe aanplant. Mm-hmm. Op uw ontwerp zag ik prachtige nieuwe aanplant. Maar ik dacht, waar zijn mijn bomen? En ik heb eens geteld hoeveel bomen dreigen weg te gaan door het plan. En dan kom je aan 270 bomen. En dan hebben we het nog niet eens over het struikgewas. Kortom, dat betekent dus, en daarom ben ik wel erg benieuwd hoe die aanpak zal zijn. Want nu loop je het risico, als je voor de gebouwen al die bomen laat kappen, dan hou je een wat desolaat gebeuren over, waar misschien over 5 of 10 jaar geleidelijk aan die gebouwen gaan ontstaan. Maar voordat die nieuwbouw, die plantjes, voordat die groot zijn, ben je 30 jaar verder. En ons punt dan ook als bomenridder is, zou je niet veel eer moeten nadenken hoe kunnen we dat plan realiseren, want nogmaals, het plan is prachtig, maar met sparen van bestaande bomen. Ja. Dus als het ware om de bomen heen een ontwerp maken. Dat moet in deze fase, lijkt mij als niet-architect, maar dat lijkt mij toch een haalbaar ideaal. Dat lijkt mij ook een heel haalbaar, zeker. En ik denk ook dat
Ja, als je nu letterlijk de beelden, die visualisaties neemt en gaat tellen, dat dat een ingewikkelde is. Want zo'n precisie heeft een visie nooit. Hè? Dus, het verbaast mij zelfs dat ik bomen zag staan op de brug naar Zwijndrecht. Goed, hè? Ja. Ja. En dat kan ook zelfs. Ja, dus dat kan. Ja, dat kan zeker. Die kansen zijn er. Dus, maar het gaat niet nu om het letterlijk tellen van de bomen. Ik ben wel heel blij dat u het heeft gedaan. Want ik denk dat het ook goed is om in die vervolgstap die naast elkaar te zetten. En het is zeker niet onze bedoeling om... zeker als je de beelden ziet, hoe groen we het maken. Dat is niet alleen van, nou, vind het mooi dat het groen is. Het is ook aantrekkelijk, maar het heeft ook te maken met hittestress in de stad. Het heeft ook te maken met windhinder die je daardoor opvangt. Het heeft ook te maken, precies wat je zegt, met een schaduwrijk gebied. Hè, ook in de hete dagen. En het klimaat. Het klimaat, het heeft met schone lucht. Nou, noem maar op, hè, alle thema's zijn daar. En... Daar kunnen zeker, en als je die visies en die beelden op schetsniveau maakt, want dat is het, kunnen daar bomen nu zijn weggepoetst, als het ware, die er gewoon blijven staan. Dus daar gaan we graag in verder. En sterker nog, we hebben ook in de visie bedacht, dat zou echt mooi zijn als in de traditie van Dordrecht, die eigenlijk ontstaan is vanuit houthandel, vanuit houtzagerijen, en later met de spoorweghaven, waar het hout voor het spoor met de bielsen ook werd verwerkt. Ja. Dat wij zouden kunnen kijken, dus dat hebben we ook letterlijk zo opgeschreven. Kunnen die nieuwe wijken niet allemaal in hout gebouwd worden? Waarbij we ook kijken om op het eiland Dordrecht of verder ook naar productiebossen bijvoorbeeld. Dan denk ik onmiddellijk weer, als je die huizen van hout gaat bouwen, dan moet je bomen kappen. Maar... Ja, maar dat is de wereld waar we in leven. Dat is ook een hele goeie. Om juist bossen aan te planten waar we misschien over 50 of 100 jaar gebruik van maken voor productie van woningen of anderszins. Ja, maar dan, dan plant je wel weer aan en dan... Zeker, ja. En dat is iets wat een traditie is die Dordrecht ook kent eigenlijk, maar die we ook weer misschien op delen nieuw leven in moeten blazen. Dordrecht was van oudsher een hele groene stad. Ja. Als je foto's ziet van begin vorige eeuw, dat is fantastisch. Ja, nou, gaan we zo zeker over door. Maar ik ga jou weer verwennen met live muziek. Dus we hebben Francesco Daniel weer klaarstaan. Ja. Het tweede nummer, Francesco, dat wordt... Hello, ga je gang. Hello, gorgeous, do you have some time for me? I want to get something off my chest, my feelings for beauty. You woke up the butterflies in me, my wings were so good as dead. But now they all fly again, in every corner of my head, because I lie. And I like your heart. And I like your sweet soul. I really love you. Hello, gorgeous. Please open your heart for me. That you are scared, but I think we are meant to be. You are now out of a million, but you have an evil doubt. You shine bright as a star, and that is something you must figure out, because I like your style, and I like your great. Yeah.
love the way you walk, the way you talk. I like the way you sing, singing everything. I like the way you walk, I like the way you talk. I like the way you sing, singing everything. Oh, I like your eyes, and I like your heart, and I like your sweet soul. I really love you. Gorgeous, dankjewel. Pieter, we hebben jou nog niet gehoord in het eerste half uur. Je hebt vast wel wat meegekregen van de plannen van de spoorzone. Ja. Je bent veel met vastgoed bezig. Hoe heb jij naar gekeken naar die plannen? Wat voor een indruk maken ze op jou? Nou, ik ben uitermate verrast. Ik vond en ik vind de plek wat troosteloos op dit moment. Ik heb natuurlijk jarenlang gekeken naar de plannen van het Maasterras. Mm-hmm. Ik snap de vraag van de luisteraar die zegt, joh, hoe lang gaat het duren? Ik heb het ook nog niet echt het antwoord gehoord. Ik ben er erg benieuwd naar. Wanneer komt het nou echt tot realisatie? En Dordrecht heeft niet veel gebieden waar je nog goed kan ontwikkelen dicht bij die binnenstad, die kern. Dus ik vind het ambitieus en het spreekt me aan. En wat mij betreft liever vandaag nog dan morgen. Ja, maar qua ontwikkelen rondom die binnenstad, ik bedoel, de Spuiboulevard gaat op de schop. Ja. Dus daar wordt een forse impuls gegeven. Dat Maasterras is inderdaad al jaren, krijgt iedereen daar de kriebels van daar moet wat gebeuren. Ja, echt, ja. Heb je zelf ook de ambitie gehad om daar posities te verwerven om wat mee te willen? Of? Nee, ik ben niet per se een projectontwikkelaar. Dat laat ik echt over aan de mensen die daar verstand van hebben. Wij zijn meer beleggers. Mm-hmm. Wij zijn meer inkopers, verkopers. De handel noemen ze dat eigenlijk. En waar mogelijk proberen we iets extra's te creëren voor de binnenstad. Ja, en denk je dat dit wel een belangrijke impuls gaat bieden aan die binnenstad? Ik bedoel, hoe kijk je vanuit... De spoorzone bedoel jij? Ja, vanuit de belangen van de binnenstad dan naar zo'n project. Ik denk dat het goed is om Dordt gewoon op meerdere vlakken aantrekkelijker te maken. Je gebruikt steeds terugkerend de entree van de stad. Mm-hmm. Vindt dat Dordrecht wel een poetsbeurt kan gebruiken. Ja. Een impuls qua nieuwbouw, maar ook wel de juiste nieuwbouw. Er zijn in het verleden, vind ik, toch wel veel fouten gemaakt. Vooral de jaren 80, 90, afschuwelijke gebouwen neergezet. Dat vraagt eigenlijk om een correctie. Ja. Dat is lastig. Maar probeer dan wel inderdaad, dan als je ingrijpt, het op de juiste manier te doen. Zo'n Spuiboulevard, dat is natuurlijk een grote kans. Ja. Zeker in het verlengde van de spoorzone zie ik dat echt wel zitten als een verrijking voor de stad. Ja, wel grappig dat je nu begint over de fouten die in het verleden inderdaad in Dordrecht ook wel gemaakt zijn. Ja. Ik las onlangs dat jij de plint bij de Grote Markt zo ongeveer integraal hebt aangeschaft. Ja. Dus dat is een belegging voor je. Ja. Als er nou iets is waarvan ik als niet echte Dordtenaar denk van foutje gemaakt in het verleden, dan is het die hele Grote Markt waar jij de plint hebt. Ja, dank je. Ja. Nee, dat is waar. En dat is ook de reden dat wij het hebben gekocht. Met name omdat ik heb in de media destijds gelezen dat de gemeente bereid is om een aantal een gedeelte van de Eneco-gelden te investeren in die Grote Markt, om het daar aantrekkelijk te maken. Men denkt dan bijvoorbeeld, heb ik gelezen, aan een evenementenplein. Ja. Waarbij je dus zeg maar de verbinding maakt tussen de havens, de Wolwevershaven die kant uit, naar de binnenstad toe en andersom. Ja, dat stemt mij vrolijk. En ik kan me voorstellen dat je dan in die ontwikkeling ook zo'n plint mee revitaliseert. Dus het is een belegging op termijn, wat dat betreft? Nou, het is een belegging, maar wij zijn wel voornemens om dat te gaan transformeren. Ja. En ja, ik vind het een gedrocht uit de jaren, wat zal het zijn, 70, 60, 70, 80, ik weet het niet precies.
70, denk ik. Ja, we gaan wel kijken of we het kunnen verbeteren. Ja. Ja, en soms is het lastig, want ik ben wel van mening dat ik zou liever het hele gebouw weghalen. Ja. Maar zo werkt het niet in de praktijk. Dus, ik vind het wel grappig. Af en toe, als ik in die stad loop, is er wel eens een toerist, de laatste tijd wat minder, die dan aan mij vraagt, van: kunt u me vertellen waar de grote markt is? En dan heb ik altijd zoiets van, waarom vraagt u naar de grote markt? Dat is in iedere stad leuk. Ja, hier niet. Nee, dat is helemaal waar. Maar ik moet zeggen, er is natuurlijk sinds vorig jaar of zo is er een spar gekomen. Ja. Het komt de levendigheid ten goede. Als wij daar zouden transformeren naar bijvoorbeeld wonen, dan krijg je daar toch een andere dynamiek. Mm-hmm. Maar die verbetert wel ten opzichte van wat er nu zit. Ja. Ik bedoel, een Action, dat vind ik onaantrekkelijk als winkel, als uitstraling. Ze plakken de ramen dicht. Nou, je kunt ook nog vraagtekens zetten bij het product dat ze vermarkten. Ja. Maar goed, ik ben nu eigenaar, dus ik zal daar voorzichtig mee zijn. maar ik zie dat liever zo'n winkel, zie ik liever naar het kernwinkelgebied verschuiven. Ja. Waarbij je dus daar de grootwinkelbedrijven centreert en elkaar laat kruisbestuiven. Ja. Ook voor dus, de expeditie, want dat zit natuurlijk eigenlijk op die plek ook heel... Nee, dat is al jaren is het een doorn in het oog van de omwonenden. Je hebt natuurlijk laden lossen. Het is vrijwel niet bereikbaar door de polles, et cetera. En door camera's dan tegenwoordig. Dus het geeft verwikkeling. Dus het zou op meerdere fronten goed zijn om daar te revitaliseren, te transformeren. Ja, zeker. Ja, nou, het is goed om ook even bij stil te staan als het over die hele stadsontwikkeling gaat. Nog even naar jou, Martijn. Ik vind het spannend element in dat hele plan die brugweg, zeg maar. Nou herinner ik mij van Stichting de Stad een tijdje geleden een bijeenkomst over lintparken en überhaupt over parkstructuren. Jouw hart ging wat sneller kloppen toen je de plannen van de brugweg zag? Dat was grappig, want er zijn een heleboel gekke plekken voorbij gekomen. We hebben toen met elkaar... kon iedereen zeg maar ideeën geven van waar een nieuw park zou moeten komen in Dordrecht. Volgens mij zo'n boompjesveld of een aangeven waar je vond dat een groen impuls zou moeten komen. Nou, die stond overal, dus was een goed teken. Maar op het spoor, op allerlei plekken, maar niet op de brug. En eigenlijk is die wel heel interessant, omdat die daar natuurlijk ook de verbinding kan vormen met Zwijndrecht. Dan heb je hem aan twee kanten. Mm-hmm. Dus waar je volgens mij groen kunt maken, moet je het doen. Dat was ook wel een beetje de boodschap toen. Ja. Ik vond het wel aardig, want net werd gezegd, er was heel veel groen in Dordrecht. Maar dat vond ik, dat haalde je er toen ook uit. Het zit nog steeds in het DNA van de mensen. Er waren zelden avonden zo druk bezocht als toen het over de bomen ging en over het groen. En je merkt gewoon dat heel mensen heel erg hard aan het hart gaat. Ja. Dus ik denk dat daar echt een enorme opgave ligt voor de toekomst. En we moeten ook, met het klimaat. Ik moet zeggen dat Dordrecht wel prachtige parken heeft, dat is zonder meer. Maar in de stad zelf is het treurig. Ja, die auto is wat dat betreft neemt te veel ruimte. Ja. 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 Dat vind ik wel een moedig element in de plannen van de spoorzone. Dat die auto toch fors teruggedrongen lijkt te worden. Ik bedoel, de brugweg straks niet meer gewoon een weg waar auto's van Zwijndrecht naar Dordrecht rijden. Maar eigenlijk een heel andere bestemming. Hoe is de ontwikkeling van het nadenken daarover? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, dat is niet iets wat alleen bij Dordrecht speelt. Ik denk dat zodra je het hebt over... Er is veel te zeggen over die automobiliteit en de transitie daarin natuurlijk. Eigenlijk wereldwijd en zeker in steden die verdichten. In Dordrecht gaat het over totaal zo'n 10.000 woningen die erbij komen. In de Drechtsteden 30.000. Mm. Met die toename van groei, en dat betekent ook de groei van werkgelegenheid en van voorzieningen, dan kan je niet op dezelfde manier überhaupt met die automobiliteit omgaan. Zodra de stad toeneemt en verdicht, met meer mensen erbij, dan wil je en zal je ook natuurlijk naar meer publieke ruimte, meer aantrekkelijke ruimte om te verblijven, om te wandelen, om te fietsen, om buiten te kunnen spelen voor kinderen. Dat is eigenlijk iets wat je niet eens... zou kunnen skippen. Ja. Maar ook als je even naar de aantallen kijkt, dus we zijn vanaf de jaren 60 ongeveer, hebben we heel veel van onze steden omgebouwd en maximaal voor de auto ontworpen, of omontworpen eigenlijk. En die hebben vaak veel geweld aangedaan in steden. Dat is in Dordrecht, maar dat is eigenlijk in veel steden het geval. Maar de situatie die we nu in zitten, is dat we... Bijna elke stad in Nederland, en Dordrecht ook, heeft ongeveer 50% van zijn oppervlak
in gebruik voor de auto. Voor het parkeren, voor asfalt, voor regen. Ja. Dat is gigantisch. Ja, maar nu kreeg ik net een vraag binnen ook van een luisteraar die zegt van... Nou hoor ik jullie vertellen van er komt een prachtige nieuwe entree voor Dordrecht. Ik bedoel, de Dordtse Mijl wordt aangelegd, het Maasterras wordt boeiend. En die entree kan dan straks niet meer gebruikt worden door de auto. Nee, we hebben sowieso gezegd dat de auto die blijft toegankelijk als bestemmingsverkeer, ook voor de binnenstad, voor bezoekers, voor... Dus het betekent niet dat je de hele binnenstad volledig autovrij hebt. Je hebt een aantal parkeerplaatsen. Je hebt natuurlijk de toegankelijkheid, die blijft geborgd. Maar bij zo'n woonwijk als het Maasterras, daar heb je natuurlijk wel de kans dat die autovrij zou kunnen worden. Dat die autoluw, dat je gewoon aan de randen de auto opvangt en vanaf daar naar je woning gaat. En dat is eigenlijk, als je naar veel oude steden kijkt, een transitie die je al veel ziet. Dordrecht is in die zin een stad waarbij het eigenlijk gek is dat je nog dwars door die stad van helemaal doorheen kan rijden. Terwijl je zo'n mooie oude historische stad hebt, die meer verdient, zou ik eigenlijk bijna willen zeggen, in dat opzicht. Maar het betekent als je... Je moet hem echt integraal bekijken. Dat betekent niet van de auto is één grote hindernis en daar willen we vanaf. Nee, die heeft ook zijn juiste plek. Het wandelen moet je naar kijken. Je moet kijken naar de OV-verbindingen. Er wordt natuurlijk ook op grotere schaal naar de City Sprinter gedacht, waarbij je meer stops ook hebt. En dat spoor is nu ook... We hebben een aantal nieuwe doorgangen voorzien bij dit spoor, erover en eronderheen, waardoor je ook betere verbindingen hebt voor en fietsen. En dan meteen maar even een vervolgvraagje van een luisteraar eroverheen. Die heeft inderdaad gezien van dat wijzigpark wordt eigenlijk over dat spoor getrokken, als het ware. En die was ineens helemaal bezorgd dat de overkappingen van de perrons, want dat zijn monumenten, wat daar dan mee gaat gebeuren. Dus ik vraag het maar gewoon even. Nee, die hebben we gezien, ja zeker. Nee, die hebben we wel opgenomen in de plannen. Maar je ziet vanuit visie naar de volgende uitwerking, dan is daar veel te doen. Maar stel, wat er bijvoorbeeld moet gebeuren, is dat die perrons moeten verlengd worden. Die zijn niet lang genoeg voor de nieuwe IC's. Er moet een perron bij als die City Sprinter er komt. Nou, er is genoeg ruimte om die overkappingen ook weer een plek te geven in die verlenging van die perrons of het perron wat erbij komt. Dus wij zijn dat soort oude, en die, ik denk dat die zelfs, het station zelf is een monument. Volgens mij die kappen ook. Ja. Dus die gaan we gewoon een heel mooie plek geven in dat plan, zou ik zeggen. Nog even over de auto. Dat is, de vraag is natuurlijk ook, kijk, de auto moet kunnen blijven komen. Maar de vraag is ook, van wat geef je prioriteit? En dat vind ik wel aardig. Je moet op een gegeven moment ook ter discussie stellen of de auto altijd het eerste is. Dat is bij verkeerskundigen natuurlijk vaak. Dan, als de auto goed rijdt, dan hou je nog ruimte over voor een fiets of een wandelaar. En misschien zou je dat om moeten draaien. En dat vind ik wel... Dat spreekt er wel uit. Dat is wel de discussie die je met elkaar zou moeten hebben. Misschien niet op alle plekken, maar de vraag is of je in en rondom je binnenstad de auto zo dominant zou moeten maken. Ja. Maar zou ik er nog iets over mogen zeggen? Ja, natuurlijk. Die stadsbrug, de brugweg, is natuurlijk bijna een icoon van die gedachte. Ik kan natuurlijk altijd zeggen van ja, hij wordt afgesloten voor auto's. Of bekijk je het op die manier dat hij... dat die brug juist zoveel kansen daarmee biedt en zich openstelt voor wandelen, voor fietsen, voor goede OV-verbindingen, voor woningen die daar aangebouwd. Want dat kan anders niet. Hè. Nu is het ook qua geluid is het een barrière. Op het moment dat je er zo naar kijkt, biedt het eigenlijk misschien wel, heeft het meer potentie dan wanneer we het vanuit de huidige situatie bekijken. Ja, oké, gaan we zo even over door. Maar Francesco staat weer klaar. Laatste nummer van het eerste uur en dat wordt... My Imagination. Cause love is an open door.
of your life, you fall in your eyes. When it cuts like a knife, don't be a stranger like me, become someone you want to be. But when I'm gone, don't beat yourself up with your frustration. But raise your fist up in the air and scream. See you in my imagination. Nobody, nobody can tear me apart. See you in my imagination. Oh, you'll be in my heart. See you in my imagination. Nobody, nobody can tear me apart. See you in my imagination. Oh, you'll be in my heart. And in the future, be a friend like me. Don't let your child in you drown under the sea. Cause life is an adventure, it's simply a quest where God says be our guest. Nobody, nobody can tear me apart. See you in my imagination. Oh, you'll be in my heart. See you in my imagination. Nobody, nobody can tear me apart. See you in my imagination. Oh, you'll be in my heart. See you in my imagination. See you in my imagination. Okay. Dankjewel, Francesco. Tot in het tweede uur maar weer. Arman Paardenkoper, nog even naar een hele andere kant van hetzelfde plan spoorzone. Je hebt het al even genoemd, Amstelwijk. Heeft best ook een belangrijke positie in het hele plan eigenlijk. Daar was ik aangenaam door verrast, moet ik je bekennen. Want Amstelwijk als apart stukje van de stad ontwikkeld, vond ik helemaal geen logische keuze op het moment dat plan zo separaat voor lag. Hoe hebben jullie daar nou naar gekeken? Dat het apart? Ja, ik vond het zo, het ligt echt aan de buitenkant van Dordrecht. Er worden dure huizen gebouwd. Ik denk, nou, daar gaan mensen zitten met een auto, die gaan naar Breda, die gaan naar Rotterdam, die komende. Die gaan zich niet verbinden met Dordrecht. En het plan spoorzone legt een hele nadrukkelijke verbinding. Ja, het net zo mooi als een spoor is, maakt het onderdeel uit van iets veel groters natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dus het gaat eigenlijk vanuit het zuiden tot aan Amsterdam of nog verder. Maar de opgave in de concreet in de verstedelijkingsalliantie, zoals dat heet, hè? Mm-hmm. Dus vanuit de oude lijn, vanuit Leiden tot aan Dordrecht, die gaat concreet ook over dat traject. Dus langs dat traject wordt er echt door de verschillende gemeentes, door het Rijk, door de provincie gewerkt aan de verbetering van het spoor, verbetering van de bereikbaarheid. Ik denk dat het heel belangrijk is dat juist ook die gebieden aantakken op een grotere schaal, op een grotere regio. Als je kijkt naar bereikbaarheid, wie we dit soort wijken aan de rand, dat je dan vooral aangewezen bent, ook, ja, we hebben het toch weer over de auto. Mm. Waarom zou dat niet ook op die manier goed vanuit OV en zelfs die snelfietsroute, die leiden we ook tot aan Amstelwijk. En zou het ook niet mooi zijn dat je, als je met de auto komt, dat je daar bij Amstelwijk aankomt en dat je dan heel mooi over de dijk
het buitengebied ook kan gaan ontdekken. Hè? Dat is natuurlijk een prachtige plek. Ja. Dus die kansen zagen we daar. En ja, dat gaat nog iets verder. Want kijk, als die oude lijn van Leiden tot aan Dordrecht. En als we dan kijken naar de gedachte om die city sprinter, dat is een serieuze gedachte om de city sprinter te maken in de Randstad. Mm-hmm. Zodat al die steden aan die oude lijn beter bereikbaar worden. Dan moet er zelfs een extra spoor bij tot aan Amstelwijk. Ja, en city sprinter, dat is dan een dienstregelingloze frequente. Ja, dat noemen ze heel mooi het spoorboekloos rijden. Dus dat je eigenlijk als een soort metro, zonder dat je hoeft na te denken, op die city sprinter kan Je gaat staan en je weet, er komt er zo een. Ja. Dat is heerlijk, hè? Dat je daar niet over na hebt. Maar waarom dat zo belangrijk is, heeft ook te maken dat die bereikbaarheid, daar begint het vaak mee dat educatie ook een kans krijgt, werkgelegenheid, wonen. Het is veel meer dan een station. Het is natuurlijk een impuls voor de breedte van en de integraliteit van en wonen en werken en zorg en educatie op een grotere schaal. Vergeet ook niet door de ontwikkeling van de elektrische fiets dat afstanden veel minder daalden. Ja, je gaat veel makkelijker nu van die wijk naar het centrum dan voorheen. Omdat en dan helpt zo'n fiets snel weg, zeker. Waar je met de elektrische fiets echt overheen zoeft. Ja, je kan zelfs oma naar de stad fietsen. Ja, en die bereikbaarheid is heel belangrijk ook dat de binnenstad echt ongelooflijk goed is aangehaakt op het hele netwerk van tot aan Stadspolders, Dubbeldam, eigenlijk de breedte van de hele stad. Want ook de economie van de binnenstad van Dordrecht, die heeft het ook wel zwaar gehad. En misschien ook, krijgt het ook nog wel zwaar, ook nu na corona. Ja. Dat is niet gelijk voorbij natuurlijk. En dat is niet dat je dan alleen als stad met die mooie historie van 800 jaar kan zeggen, nou, dat lost zich op door toerisme. Of dat gaat erom dat die stad als totaal, voor iedereen goed bereikbaar is en goed werkt. Prima. Dan schakel ik weer even naar Pieter, want jij zit natuurlijk vol in die binnenstad. Ja. Je hebt daar veel panden, je hebt daar veel huurders die daar hun winkel drijven. Nog wel. Je bent daar bezorgd over. Ja, zeker. Ja, en ik ken jou zelfs van een bericht in de krant dat je een grote keten dreigde failliet te verklaren omdat die de huur ineens niet meer wilde betalen. Correct. Dus, ja. Nee, ik ben wat is je vraag? Sorry, want voordat ik ga... De vraag is, wat zie jij nou de komende maanden als risico's in die binnenstad? Maanden? Nou ja, kijk, er is een grote dreiging op dit moment, dat als ik kijk naar de retail, dat er serieus veel bedrijven om gaan vallen. De grootwinkelbedrijven die hebben het nu moeilijk. De lockdown maakt eigenlijk dat de mensen wegblijven. De retailers met voorraden zitten, met mensen, met kosten. Huurders krijgen nauwelijks geld, of verhuurders niet. Dus er is een soort behoefte aan duidelijkheid. Dat speelt zich nu al via de rechters met name. Grootste goed is natuurlijk dat er zo snel mogelijk een einde komt aan die lockdown. Maar dan zul je nog zien dat er heel veel winkels en winkelketens om zullen vallen. Dus wat er nu gaande is en wat je in veel steden ziet in Nederland, is dus het kernwinkelverbied versterken en verkleinen. Met daar omheen een aantal schillen of ringen, hoe je het noemen wilt. Mm-hmm. En dan zullen gebieden een thema krijgen. En die stad moet aantrekkelijk blijven. Het is ontzettend belangrijk voor Dordt. Ja. Qua historische afdruk en decor. Maar ook gewoon als centrum om elkaar te ontmoeten en je ding te doen. Dat in stand gehouden blijft. Wordt. En er gaat wel wat gebeuren de komende maanden. Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat er komt uit te zien in ieder geval. Vind jij de verbinding tussen zeg maar dat historische hart en dat kernwinkelgebied, moet dat ook worden versterkt? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik moet zeggen, met alle plannen die er gaande zijn en al plannen die uitgevoerd zijn, vind ik het steeds verbeteren, steeds sterker worden. Ik vind ook dat de gemeente een goede rol pakt om daar de regie te voeren. En dat gaat gewoon eigenlijk heel erg goed. En ja, we hebben ook gewoon als samenleving, de Dordtse samenleving, ook gewoon een beetje geluk nodig. Mm-hmm. Het zit allemaal gewoon een beetje tegen op dit moment. Maar goed, er worden plannen gemaakt. Ja. Uiteindelijk heb ik wel vertrouwen in Dordrecht. En mensen moeten ook niet vergeten, het is van alle tijden. Hè? Ik bedoel, wij kijken een klein stukje terug en een klein stukje vooruit, als mensen dat nog doen. Maar wat hebben we al doorstaan in het verleden? Ja. Ik bedoel, er zijn kansen genoeg. Ja, zeker. Wat je de afgelopen 20 jaar hebt gezien in de binnenstad van Noord, is natuurlijk altijd een enorme
slag naar voren is gemaakt. Ik vind dat echt wel een succesverhaal, ja. De binnenstad. De drukte, de mensen die erop afkomen. Een openbare ruimte helemaal heringericht. En, ja. En er zit een inderdaad een grote opgave nog van hoe je met je winkelstructuur omgaat. En wat, ja. Wat gaat eigenlijk voor een deel die winkels innemen? Want ja, het zullen nou ja, toch minder worden, vrees ik. Er gaat natuurlijk ook daar wel een soort van metamorfose plaatsvinden in wat zo'n binnenstad voor functies Ja, nou kijk, als je kijkt naar de aanloopstraat, hè, gedeeltes van de Voorstraat, noem andere gebieden daar. Als je daar straks de gelegenheid krijgt om te transformeren, hè, kijk of je daar een woondynamiek kunt creëren in plaats van leegstand. Dat is een goed antwoord. Ja. Dan heb je ook stadse dynamiek. En het hoeft niet per se retail te zijn, maar daardoor wordt zo'n gebied aantrekkelijk. Onderschat ook niet wat toerisme voor invloed zal hebben. Dat is niet één pijler waar je volledig op moet richten. Maar als je kijkt hoe toerisme de afgelopen jaren is toegenomen in Dordrecht, dat is ongekend. En dat was ik me eigenlijk niet bewust van, totdat ik een tijdje op de Wolwezenhaven heb gewoond, had gewoond. Sorry. En daar al die Chinezen ziet komen. Wij sluiten het eerste uur af. Pakken het straks weer op. Zeker. In het tweede uur. Tot straks.